Zij ga je lekker. Ja! Ben jij een beetje een FIFA-speler, Fer? Nee, absoluut niet. Welkom bij de vetste producten van november. Ik ben Shari. Ik ben Ferdinand. En vandaag hebben we 4 producten voor jullie meegenomen. Ik heb zelf een snijplotter meegenomen en een hele toffe playseat. En Fer, wat heb jij bij je? Ik heb 2 speakers bij me. Deze heb ik bij me. Ja, die ga ik jullie straks laten horen natuurlijk. Echt heel enthousiast over. En ik heb nog een andere speaker meegenomen. En mogelijk dat je die thuis al wel herkent. Oké, ik ben wel benieuwd. Begin jij? Oké, dan begin ik met de Google Nest. Audio is dit dus. Nou, Google heeft natuurlijk al een paar speakertjes. Ik weet dat jij er een aantal hebt. Ja. Je hebt de Google Home en je hebt de Google Nest Mini. Dit is dan de nieuwe variant en deze is dan echt gemaakt, zeg maar, om muziek te luisteren. Dus naast dat het ook natuurlijk gewoon een smart speaker is van Google, is deze wel echt gemaakt om de muziek. Daar is hij echt op verbeterd, zeg maar. In vergelijking met zijn voorganger, de Home, is hij dus ook 75% luider. Ik moet zeggen, hij klinkt niet verkeerd. Voor zo'n speaker, voor de prijs die je betaalt, klinkt hij zeker niet verkeerd. Maar ik moet er ook wel een beetje bij zeggen, hè, en ik kan het je laten horen, hij komt nog niet helemaal bij de Sonos One. Maar goed, dan kom je ook in een andere klasse. Zal ik hem even laten horen? Ik ben echt wel benieuwd naar, want die van mij wordt niet zo luid. Lekker nummer opzet, hoor, Fer. Ja. Maar goed, je hoort dan wel. Hij gaat natuurlijk een stukje luider. Ja. En ik vind ook wel de bas, dat klinkt wel lekker, weet je. Voor mensen die niet zo heel erg veel eisend zijn, is dit wel gewoon echt een lekkere oplossing, ook om een Google assistent in je huis te hebben. Nou heeft hij nog een programmaatje, een soort van een spec, de Ambient IQ, waarbij dus hij luistert naar de omgeving. En stel je bent aan het stofzuigen in huis, dan verhoogt hij dus ook een podcast die je aan het luisteren bent, zodat je die gewoon nog blijft horen. Oh, en dat is ook wel een hele slim functie. Super fijn. En slim, dat was natuurlijk. Want meestal stofzuiger kan ook helemaal niks. Dan denk je, Nee. Super jammer, want dan wil je juist lekker muziekje, je ding doen. Ja, en dan past hij het automatisch op aan. Ben je klaar met stofzuigen, dan voel je me weer. Dus dat is nice, hè? En al ben je heel hard aan het muziek luisteren terwijl je aan het stofzuigen bent, dan kan je dus, omdat hij 4 Farfield microphones heeft, kan je dus vanuit de keuken of vanuit, ik denk zelfs vanuit boven, maar zodra de muziek hier vandaan komt, dan kan je daar gewoon doorheen praten en dan hoort hij het nog steeds perfect. En ik vind dat wel echt heel tof, want hoe vaak wil je wel iets zeggen, stop de muziek en dan ben je aan het blaren tegen je speaker en dan hoort hij het dus wel gewoon. Dus dat is echt heel relaxed. Of als ik kook, dan weet ik af en toe niet wat bijvoorbeeld ounces is in kilogram. Zeg, hey Google, wat is dit in een kilogram? Dat is super chill. Nou, dan moet je dus ook door je muziek kunnen praten en dat kan met deze echt. Dus dat is wel echt... Ik vind de look ook een stuk mooier. Hij is een stuk subtieler. Want, ik vind, absoluut. Eigenlijk vond ik die vorige... Sorry dat ik zeg, maar ik vond het eigenlijk helemaal niet mooi. Maar dit vind ik absoluut een verbetering. En ook aan de achterkant ziet het eigenlijk hetzelfde uit. Ja. Met alleen één knopje en die is dan voor het uitschakelen van de microfoon. Als je een beetje privacy wil. Oh, ja, dat is wel fijn. Ja, dat is wel fijn dat het kan. Dus voor meer informatie, check even het i'tje hierboven. Door naar jou. Wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb een snijplotter meegenomen. Namelijk de Cricut Joy Plotter. Weet je wat dat is, een snijplotter? Nee, ik heb eigenlijk geen idee wat een snijplotter is. Nee. Ja, het is een machine die eigenlijk voor echte creatievelingen, do-it-yourselfers is gemaakt. En dan met name degene die bijvoorbeeld kaart af en toe maakt of labels uitprint. Dus bijvoorbeeld als je een leuk ontwerpje hebt en je wilt dat ergens op kunnen plakken. Nou, dan kan je dat bijvoorbeeld met deze machine doen. Dan maak je een leuk ontwerpje en dan laat je dit uitsnijden via deze machine. Of je laat het uitschrijven zoals zijn printer. Oké, maar je kan dus je eigen figuren... Ja. Letters dus ook, denk ik. Ja, symbolen, ook letters. Ja, symbolen. Logos. Alles wat je wilt ver. Ik kan nog even doorgaan. Maar alles kan je dus uitsnijden en dan krijg je dus eigenlijk een ontwerp waar je doorheen kan kijken met dat. En dat komt dan als een sticker eruit en dat kun je dan overal plakken. En de machine komt dan ook met 2 verschillende dingen die je erin kan doen. Je hebt dus een mesje erin. Heel makkelijk uithalen. Dus deze gebruik je om te snijden. Ja, oké. En je krijgt er ook een stift bij. En deze gebruik je weer om het echt te ontwerpen. Dus als echt een stift iets uitgetekend moet worden voor jou. Ja, oké. Dus je kan kiezen tussen of een uitgesneden ontwerp of een tekening. Ja, en voor de rest gebruik je de software om je ontwerp te maken. En die stuurt het ook gewoon aan via Bluetooth naar dit apparaatje. Een app? Oh. Ja, een app. En heeft hij geen stopcontact of geen stroom nodig dan? Ja, hij heeft wel stroom nodig. Ik heb hem nu niet aangesloten. Okay. En aan de achterkant heb je inderdaad alleen nog een stroom aansluiting. Oké, maar laten we iets plotten. Dan kunnen we gelijk zien hoe het werkt. Hè? We gaan eerst het apparaat aansluiten, anders werkt je natuurlijk niet. Je ziet het in de kaatslamp, die gaat aan. Hij komt tot leven. En daarna open je de Cricut Design Space app. Die is ook te downloaden op je pc of je laptop. Dus als je daar iets ontwerpt, kan je het daar zien. Ook op je laptop, dat is handig. Ook op je laptop. En je kan ook gelijk in de app zelf inspiratiebeelden zien van andere mensen die dingen hebben gemaakt.
Leuk. Kan je lekker doorheen scrollen, kijken of daar iets tussen zit voor jou. Nou, wij hebben natuurlijk al een leuk ontwerpje. Ik heb een leuk Sinterklaas muts voor ons. Het is heel makkelijk uit te printen. Je opent natuurlijk het apparaat. Ja, als alles is ingesteld, dan kan je tap to go en dan kan je beginnen met de print. Wat? Dat is echt vet. Ja, het is klaar. En in de app zie ik inderdaad, your cut is complete. Oké, okay, mogen we hem pakken? Ja, pak hem maar. Of niet, oh, unload. Oh. Sorry. Alsjeblieft. Ja, de achterkant zien zit ik nu. Hier, ja, hier kan je hem uithalen. Dan moet ik hem ergens op plakken gelijk. Ja, je kan hem ergens op plakken. In dit geval bijvoorbeeld op het cadeautje achter. Krijg je een mooi mutsje. Maar ja, dat is best wel, zo, dit is echt best wel mooi inderdaad. Echt heel erg strak dit. Zou ik nooit zo kunnen knippen. Nou, voor de meest actuele prijs van deze toffe plotter klik je op het i'tje boven mij. En Cricut heeft heel veel accessoires, ook een draagtas voor dit apparaat, maar ook bijvoorbeeld de stempelapparaat waar ik het over had, waarmee je op je kleding toffe designs kan stempelen. En ja, dus voor de do-it-yourselfer echt een heel toffe toevoeging. Wat vind jij, Fer? Zou je dit ook halen? Is toch wel vet hoor, dit. Ja, is wel vet hè? Ja, ik ga hem denk ik gewoon op een Coolblue logo plakken, oké? Ja. Is dit recht? Bijna zo. Wat een mooie shiny mut. Nee, dit plakken moet je niet aan mij overlaten. Maar dit is wel leuk. Dit is echt een leuke speeltje. Maar nu jouw speaker, of niet? Zullen we dit doen? Ja, ja. Nu gaan we er een feestje van maken. We hebben natuurlijk hier de cadeautjes al, maar nu gaan we er een feestje van maken. Want yes. Ik heb deze. Dit is de JBL Partybox on the go. Dus met andere woorden, het is een mobiele speaker die je makkelijk mee kan nemen. Of, nou, makkelijk, hij is niet licht, maar hij heeft in ieder geval twee van die grote handvaten. Ja. En hij ziet er gewoon heel kick uit. Ik vind hem er echt gewoon heel stoer uitzien. Echt heel stoer. Hij is echt groot ook. Ja, toch? Ja, er komt ook wel echt lawaai uit. Als ik hem eventjes aanzet. Wat? Oh, wat tof. Heeft hij ook lichteffecten. Om daar gelijk op in te gaan, hij heeft drie standen. Ik kan niet zo goed met je meekijken, maar dit is de eerste. Dan heb je over. Twee. Zo, er ziet er echt heel mooi uit. En het leuke is, als je dan het volume aanpast, gaat hij rond tot max. En dan wordt hij rood. En dan, dat vind ik leuk. Oh. Anyway, en ook op de muziek beweegt hij dus mee. Hè? Dat gaan we zo even laten zien. Ik ben super benieuwd. Het ziet er echt heel goed uit. Zal ik dan gelijk de muziekje opzetten? Ja, doe maar. Het ziet er echt super tof uit. Echt gewoon echt een partybox waar je gewoon echt een show mee kan stelen. Oké, okay, en dan nu doe ik de bass boost aan. Die heeft twee standen. Dan doe ik eerst de eerste stand en de tweede stand. Komt-ie. Oh. Standje 2. Wacht even. Dit is al vet, hè? Standje 2. Komt-ie. Ja. Luister. Oké. Nou, het is duidelijk. Het is echt een party speaker, ja toch? Ja, ik had wel door willen feesten, hoor. Gaan we zo doen. Ik leg eerst even uit wat hij allemaal kan. Want je ziet hier aan de bovenkant allemaal knopjes. Ik draai hem eventjes zo om, dan kunnen jullie meekijken. Ja. Allemaal knopjes. Hier zit een aansluiting voor een microfoon, hier voor een gitaar. En al deze knopjes die zijn dan ook voor het bedienen van de microfoon. Deze is dan ook voor de microfoon zelf, deze voor de echo, deze is voor de treble. Dus dat je de hoogtonen wat versterkt, dat je de lage tonen wat versterkt. En deze dan speciaal voor de gitaar. Ja. Nou, dit is de knop voor het licht. En natuurlijk kun je hem bedienen met je telefoon. Hè? Want je kunt gewoon via of Bluetooth kun je hem verbinden. Kun je dus alle muziek van op je tablet of van je telefoon bedienen. Mooi is dan ook dat als jij dan zo lekker aan het DJ'en bent bij je vrienden thuis, dan kan je hem dus hierin zetten. Oh, wat nice. Of met je tablet, hè? Dan is hij wat groter. Dan heb je gewoon, zet je gewoon Spotify open. Dan kan je gewoon je nummertjes selecteren en afspelen. Ik ga lekker DJ zijn en dan aanpassen. Ja, ja, tof. Dat is toch gek, hè? Ja. Nou, ga je nou naar een zwembad, dan is hij ook gewoon nog waterdicht. Of ben je buiten, dan kan je hem ook meenemen in het park. Dan is hij ook gewoon beschermd. Hij is IPX4, dus dat is spatwaterbestendig. Ja. Geen probleem. En deze krijg je er ook bij. Zo. Dit is dan de schouderband, zeg maar. Oh ja, meten. En dan denk je bij jezelf, ja, dag, ik ga dat ding toch niet op de fiets om mijn schouder meenemen. Ja. Want dan heb ik een blauwe heup. Nou, dat valt dus reuze mee, want als ik hem omdraai,
En dat vind ik eigenlijk ook wel een nice touch. Ja. Heeft hij een leren zijkant en dat is een kussentje ook gelijk. Dus als jij hem om je schouder hebt, dan rust hij dus tegen je heup op dit zachte gebied. Hij is niet licht, probeer hem op te tillen. Ik vind het dan best wel zwaar. Het valt niet mee. Ja, ik zou hem wel. Het is wel een hele toffe speaker om gewoon überhaupt te hebben. Wat tof. Je kan gewoon lekker karaoke doen. Ik zie hem zelf voor me met mijn vrienden. Ja. Nummertje zingen. Over karaoke gesproken. Want nou begint het pas. Alles, zeg maar. Ja. Wat nog meer wordt meegeleverd. Nee. Die zit er gewoon bij. Ja. Oh, wat erg. Dat had ik niet moeten zeggen. Zal ik ook nog een nummertje zingen? Grapje. Zeg jij maar kijken, hoor je toe die? Ja, we zijn er! Win! Ga, winnen! En jij ga je lekker! Ja! Ja, nee, dit is Vista, toch of niet? Zullen we kijken, even die echo eruit? Oké, kijk, dan kan je me een beetje horen. Ik pas een beetje eruit, treble hoog, goed. En heel goed verstaan. Ik zal hem iets achter zetten. Weet het toch, maar dit lacht, of niet? Maar die zit er gewoon bij ook, wat tof. Die zit er gewoon bij, helemaal ja, draadloos. Hoesje erbij en... Ik denk dat ik gewoon even normaal weer ga praten, maar hier aan de achterkant kan je natuurlijk makkelijk opbergen. Dus dan zit hij. Ja, ik zag het al. Ik was wel benieuwd waar het voor was. Ja. Voor de microfoon was dat. Nou, hij heeft een accuduur van 6 uur. Ja. Hè? Want je ziet ook, hij heeft helemaal geen snoertje nodig om hem af te spelen. Daarna moet je hem weer opladen, maar je kunt hem ook gewoon thuis gebruiken met snoer. En dan kan hij nog net iets harder. Oh, dat is wel heel nice. Ja, dus ik vind het echt een geweldig ding om er echt een feestje van te maken. Neem hem mee naar je vrienden. Doe er een karaoke mee of zet hem thuis lekker neer. Maak je vriendin helemaal gek. Dat is wat ik heb gedaan. Oh, ik vond het echt geweldig, dit ding. Ja, superleuk. Ja. Dus, vet product. Laten we doorgaan naar het laatste product. En Fer, je weet het met mij, is er geen vet product als ik niet nog een aparte kamer heb waar een tof product voor jou klaar staat. Dus laten we erheen gaan. Oké. Okay, nice. En neem gelijk de speaker mee. We hebben nog een feestje onderweg. Hey, goeie. Nu al zin. Ja, we gaan lekker! Ja, we gaan swingen! Hier is mijn product. Ik ga gelijk even zitten. Dit is de Playseat Puma Active Gaming Seat. Nou, het is eigenlijk gewoon letterlijk wat in de naam staat. Het is een actieve gamingstoel. Voor als je bijvoorbeeld in een woonkamer aan het gamen bent, dan kan je dit lekker dicht bij de tv zetten. En dan kan je gewoon echt actief gamen. En de kracht hiervan is, je kan lekker comfortabel gamen. Dus lekker naar achter zitten of naar Netflix kijken of YouTube bijvoorbeeld. Maar als je een game speelt en je wilt echt actief gaan spelen, dus lekker een aanval gaan maken, dan kan je ook je houding aanpassen en echt actief gaan gamen. En dat heb je bij de meeste PlayStation weer niet. Die zet je eigenlijk vast op één stand wat voor jou comfortabel is en dan zit je eigenlijk de hele tijd zo. Dus eigenlijk deze tweede houding, dus dat je echt zeg maar deze bewegingsvrijheid hebt, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dat heb je vaak niet bij een PlayStation. En, maar, even een vraag tussendoor, maar waarom heb je überhaupt, als je aan het gamen bent, ik ben niet zo'n gamer, een PlayStation nodig? Laat ik het je zelf ervaren. Ik heb het spel voor je klaargezet. Je gear zit in de opbergvakken aan de zijkant. Nou, aan de voorkant in dit geval. Aan de zijkant kan je nog je telefoon opbergen. Oké. En let's go. Cool. Telefoon, die kan hier. Speciaal vakje voor. Ja. Nice. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het best lekker zit. Ja, het zit echt super lekker. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je op de bank zit, dat je dan geen hoofdsteun hebt. Omdat die leuning dan te kort is. Ja. Maar dat heb je hier nu wel. Maar stel nou, je wil een beetje zo omhoog zitten. Oké, dan komt hij iets te kort. Ah, je kan hem ook omhoog zetten. Dus je kan hem iets hoog zetten. Oh, ja. Oké, chill. Ja, het zit wel echt lekker. Ja, ik zou zeggen, ga maar even gamen. Kijken of je ook die posities ook echt gaat gebruiken. Dus die standen ook echt. En dan, als het dan spannend wordt, dan kruip ik naar voren. En dan zit ik ook goed. Begin van de match. Ben jij een beetje een FIFA-speler, Fer? Nee, absoluut niet. Ik ook niet. Ik zit wel lekker eigenlijk. Ja, geloof ik wel. Ik zie het. Ja, ik kan dit nog wel even doen. Nou, als jullie benieuwd zijn naar de meest actuele prijs van deze PlaySeat, klik dan op het i'tje boven mij. Dat is ook gelijk het laatste product van de vetste producten. Sluit jij hem af? Ja, nee. Dus vanaf hier tot de volgende maand. De vetste producten van december. Ga ik nog eventjes gamen. Doei.